Cardano blijft wat betreft de koers een beetje achterhangen. Is dit iets om je zorgen over te maken, of kunnen we juist een hele grote bullish beweging verwachten op zeer korte termijn? In deze video een volledige deep dive in Cardano. Hey topper, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video dus Cardano. We gaan kijken naar één nieuwsartikel die belangrijk is. We gaan kijken naar de Cardano chart. En de vergelijking even met Bitcoin en Ethereum van de vorige bullmarkt. Zodat je in ieder geval weet ongeveer waar we staan. En of je je zorgen moet maken. Of dat je je juist klaar kan maken voor een hele grote stijging. Vind je Cardano tof? Vind je dit soort video's tof? Dan zou ik het heel erg tof vinden als jij de video een like zou willen geven. Sorry jongens, het is bijna een weekend. Ook in mijn hoofd is het een beetje een warrige bende. Maar ik zou het tof vinden als je de video even een like zou willen geven. Als je even zou abonneren op dit kanaal. Natuurlijk heel belangrijk. Dan mis je dit soort crypto updates nooit meer. Blijf je altijd op de hoogte. Het is volledig gratis. Een rode abonneerknop hieronder. En daarnaast zou ik het vet vinden als je even een reactie wil plaatsen. En dan kun je dus 20 UCT winnen door al deze drie dingen te doen. In deze video is dit de winnaar. Gefeliciteerd. Stuur me even een mailtje naar marchantbusiness@hotmail.com met jouw TRC20. Adres en dan krijg je dit van mij opgestuurd. Daarnaast heb je Instagram. Wil je ook op Instagram meer leren over crypto? Wil je mijn dagelijks leven hier in Spanje volgen? Dat kan natuurlijk ook. @CornéMarchan met het blauwe vinkje op Instagram. Goed, nu we dat gehad hebben, kunnen we de grafieken inspringen en kijken naar wat Cardano nieuws. Allereerst, Cardano die staat nu op 67, nou zeg 68 cent afgerond. En als je gaat kijken, is het nog heel erg ver van de oude all-time high. Dan kun je dus twee dingen kun je dan bedenken als je daarnaar kijkt. Eén is, moeten we ons nu zorgen gaan maken? En twee is, Cardano heeft nog niet zo heel veel bewogen, dus misschien komt die grote beweging er juist nog aan. En dat is een beetje wat centraal staat in deze video en waar ik je in mee wil nemen. Want wat je nu ziet is dat Cardano deze trendlijn, wat een resistance momenteel is, heeft opgevormd. En dat lijkt een beetje op wat Ethereum eerder heeft gedaan. En wat goed is om te onthouden, Ethereum is vaak een leidende indicator voor Cardano. Dus heel vaak wat je bij Ethereum ziet, Cardano doet dat later. Die loopt eigenlijk een soort van een cycle achter. En dat zie je dus nu ook gebeuren met, of wederom met Ethereum en Cardano. Als je gaat kijken naar de Ethereum chart, die heeft eigenlijk een soort gelijk iets gehad. Die heeft die resistance hier gehad. Uiteindelijk is die met groot volume uit de resistance gebroken en naar de vorige high geschoten. Nou, wat zien we op Cardano? We hebben diezelfde resistance hier erin staan waar we tegenaan zitten momenteel. En op het moment dat we die resistance breken, dan zie je dat er eigenlijk vrijwel niks qua resistance tussen dit gebied zit. En we dus heel snel op het moment dat we deze resistance breken, richting die dollar kunnen gaan schieten. Nou, die dollar is zoals je ziet niet per se die oude high, net zoals je die bij Ethereum hier ziet. Maar wat je wel ziet is dat dus op 1 dollar eigenlijk tussen deze hele range dat hier best wel veel resistance legt. Dus je kan als je besluit om in een Cardano trade te stappen, zou ik sowieso met een spot trade doen. Op dit punt zou je in eerste instantie zeggen waarom. We zitten tegen resistance aan, we staan ontzettend hoog, dat klopt. En daarnaast krijg je ook een bearish divergence op de weekly chart. Zoals je hier kan zien, we hebben een high, we hebben hier een lower high. En we hebben hier een high en we hebben hier een higher high. Dus er zijn dingetjes om je zorgen over te maken. Maar het is nu een bullmarkt en daarbij zijn eigenlijk de bullish factoren meestal meer leidend. En dat is dus, denk ik, dat we op het punt staan om deze resistance te breken en dan vervolgens richting die 1 dollar te schieten. Alle coins die hebben al een vrij grote beweging gemaakt en Cardano is een van de coins die een beetje achter blijft hangen. En dat brengt juist in mijn optiek best wel kansen met zich mee. Dat betekent op het moment dat we inderdaad die resistance hier breken en we naar die dollar gaan, dat we een stijging gaan krijgen van zo'n 46%. Dat is natuurlijk mooie rendement op je investering. En ik denk zeker dat we door kunnen schieten dus naar die vorige high. En die vorige high ligt op 1,20 dollar. Wat betekent vanaf huidig punt een mooie winst van 72% op je Cardano positie. Nou, hoe denk ik dat je dit het beste kan aanpakken? Je ziet dat we hier die accumulatie range hebben liggen. Dus eigenlijk, dit is de accumulatie range van Cardano. Op het moment dat je uit zo'n range breekt, zie je vaak dat er best wel een grote stijging als gevolg plaats gaat vinden. Nou, dit doen we bijna. Maar ik denk dat je in deze range goed aan doet om Cardano te kopen. Het is geen financieel advies. Ik doe het zelf. Je moet natuurlijk zelf weten wat jij doet. Maar ik denk dat we op dit punt is een goed punt om Cardano aan te kopen. Zakken we daar, dus komen we niet door die high heen of door die resistance heen nu, dan kunnen we hier nog wat inkopen. Ik denk zolang we in deze range zitten dat het een hele goede of hele goede prijzen zijn om Cardano aan te kopen en accumuleren.
Dus dat is eigenlijk tussen de range van 23 dollar cent en 66 dollar cent waar we nu tussenin zitten. Verder, als we hier uitbreken, zou ik wachten met Cardano kopen. Dus dan kun je een beweging omhoog verwachten. Hier kun je iets van resistance verwachten, waardoor je een pullback ziet. Waardoor we er eventueel een stukje onder kunnen blijven zitten. En uiteindelijk met volume er bovenuit breken. En wanneer ik pas kijk om meer op Cardano in te schalen, is op het moment dat we die 1.20 resistance breken. Dus als we hier bovenuit komen en ook zien dat we deze support hier kunnen houden. Dat is voor mij interessant voor Cardano. Daarnaast, wellicht dan misschien een puntje om je zorgen over te maken, is dat vorige keer, toen Bitcoin op die 60.000 dollar traden, en dat was de eerste keer, was hier rond maart, april, in 2021, toen zat Cardano, zoals je hier kan kijken, even kijken, maart, april, hier, toen traden Cardano op 1.30 dollar. Dus die zat hier, op deze prijs. Momenteel staat Bitcoin dus op die 60.000 dollar weer, en Cardano die staat op 66 cent. Dat is zo'n bijna 100%, zeg maar 100% verwijderd van waar het de vorige keer op traden toen Bitcoin op de huidige prijs stond. Sommigen zien dat dus als zorgwekkend, maar ik zie dat meer als een kans. Cardano blijft nu achterhangen. Het geeft jou nog de kans om in een coin als deze te stappen. Alle andere coins hebben stijgingen, flinke stijgingen meegemaakt. Cardano nog niet echt. Dus daar liggen kansen in mijn optiek. Dus dat is zeker een bedje die ik plaats op Cardano. En waarvoor ik mijn posities nu dus blijf inschalen. Yes, even tussendoor. Wil je Cardano kopen voordat inderdaad die stijging plaats gaat vinden? Dan heb ik iets nieuws voor je geregeld. Bitfavo heeft mij in plaats van 10, hebben ze mij een 20 dollar welkomstbonus gegeven voor iedereen die zich aanmeldt via mijn link. Link vind je in de beschrijving of hier ook in beeld. Als je je aanmeldt en je stort minimaal 10 euro, krijg je dus gewoon 20 euro bonus. Dus wil je voor 10 euro Cardano kopen, ga je tientje zetten op Bitfavo via de link in de beschrijving. Krijg je 20 euro aan welkomstbonus erbij, waarbij je ook nog Cardano kan kopen. Meer winsten, maak het account aan via het linkje in de beschrijving. En daarnaast krijg je de eerste 10.000 euro handelen kostenvrij. Mooi meegenomen. Nou, daarnaast positief nieuws. Cardano netwerk klaar voor explosieve groei door Project Catalyst. Nou, wat is dat precies? Het Cardano netwerk staat op het punt aanzienlijk te groeien in de komende jaren. Dankzij een recente stemming onder validators heeft het netwerk een plan aangenomen om 300 projecten uit te nodigen om zich bij het platform aan te sluiten. Dit initiatief, bekend als Project Catalyst, belooft aanzienlijke groei en ontwikkeling voor het ecosysteem. Cardano onderscheidt zich als een van de meest geavanceerde projecten in de cryptomarkt, grotendeels vanwege de zeer actieve gemeenschap en sterke steun van ontwikkelaars. En dit stukje is heel erg belangrijk. Met de potentiële toevoeging van 300 nieuwe projecten versterkt ADA zijn reputatie als een netwerk dat niet alleen ambitieus is, maar deze ambities ook waarmaakt. De projecten die geselecteerd zijn binnen het kader van Project Catalyst krijgen niet alleen de kans om onderdeel te worden van dit dynamische ecosysteem, maar maken ook kans op financiering, waardoor verdere innovatieve en groei binnen Cardano wordt gefaciliteerd. En dat is natuurlijk mega, 300 projecten die ook kans maken op funding om verder te bouwen, waardoor het hele ecosysteem van Cardano groter, uitgebreider en beter wordt. Dus dit is natuurlijk heel erg bullish voor het hele ecosysteem voor Cardano. En daarnaast, in mijn optiek, ziet de chart er goed uit. Laat even weten wat jij denkt van Cardano, of je bijkoopt of niet, of je er nog vertrouwen in hebt, middels een reactie onder deze video. Ik hoop dat je het een toffe video vond, deze update. Like hem even, deel hem even met vrienden en familie en hopelijk zie ik je natuurlijk terug in de volgende video. Adios.